Na 2 jaar is de ijsbaan weer terug. In dit geval achter Gooiland. Zaterdag 6 december werd deze feestelijk geopend. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping. And I brought me some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow. Tel maar. 5, 4, 3, 2, 1. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. And the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye. But as long as you'd love me so, let it snow and snow. Hallo, mijn naam is Paul Maas. Ik ben voorzitter van de Gooise Atletiek Club, waar u vandaag te gast bent. We gaan vandaag een bijeenkomst meemaken van onze marathonkliniek. Het is de 4e keer dat ze vandaag bij elkaar zijn en ze gaan het hebben over het trainingsschema. Ze trainen toe naar de marathon van Rotterdam, die in april wordt gehouden. Deze groep zal zich de komende maanden voorbereiden op de marathon Rotterdam 12 april 2015. RTI zal de komende maanden deze ploeg regelmatig volgen. In oktober kreeg de mediawerkplaats te horen dat zij het pand aan de Wilhelminastraat op het Centraal Station moesten verlaten. Waar naartoe we gaan weten we nog niet. We hebben om die reden ook een brandbrief gestuurd naar ons bestuur, zullen we maar zeggen. En naar het college van burgemeester en wethouders om in ieder geval de noodzaak en de hoge urgentie van deze situatie uit te leggen. Vandaag was het de verhuizing van de mediawerkplaats. Ze zijn van de Wilhelminastraat naar de Noorderweg verhuisd. De tentoonstelling World Press Photo 2014 is van 13 december dit jaar tot en met 7 januari volgend jaar. Dus een mooie 3 weken in die prachtige laatste week van december. Dus voor ons een uitgelezen mogelijkheid om iedereen uit te nodigen naar het museum te komen. En naar die prachtige foto's van World Press Photo. World Press is hard nieuws, heeft een categorie hard nieuws. Dat kunnen we onder andere hier achter mij zien. Het zijn foto's van Göran Tomasovic, die de eerste prijs heeft gewonnen in de categorie hardnieuws. En deze foto's die gaan over de strijd tussen de rebellen in Syrië en het regeringsleger. World Press Photo, wij zijn een Nederlandse stichting, 1955 gestart in Amsterdam. En wat wij elk jaar doen, we vragen persfotografen over de hele wereld om hun beste persfoto's van het jaar daarvoor in te sturen. En wij maken daar een selectie van, dat heet de World Press Photo Photo Contest. En met die resultaten van die wedstrijd gaan we de hele wereld over. Wij vragen een onafhankelijke jury. Dat zijn allemaal juryleden over de hele wereld. Het is eigenlijk man, vrouw, verdeeld over alle continenten. De fotografen sturen hun foto's in categorieën. We hebben 9 categorieën. En van al die winnende foto's wordt 1 foto uitgekozen op de World Press Photo of the Year. En wat maakt de winnende foto beter dan de andere foto's? Het is niet een betere foto, want we staan eigenlijk om ons heen met allemaal winnaars. Je moet nagaan dat deze foto's waar we nu op dit moment tussen staan, zijn gekozen uit 100.000 beelden. Dus dat is een immens grote hoeveelheid. Op dit moment staan we voor een beeld dat gewonnen heeft in de natuurcategorie. Het is een beeld van een Amerikaan, Steve Winter. En hij heeft zich een jaar lang gecommitteerd aan het vastleggen van deze puma. En wat Steve Winter heeft gedaan, hij heeft een robotcamera neergezet op de heuvels rondom Los Angeles, waar de grote Hollywoodborden staan. Ze moet nagaan dat hij daar eindeloos mee bezig is geweest. Zijn camera's zijn 4 keer gestolen en noem maar op. En uiteindelijk is het hem gelukt om dit beeld te maken. Op dit moment is onze wedstrijd geopend voor persfotografen. Dus ik roep bij deze alle persfotografen in Nederland op om het beeld dit moment in te zenden naar World Press Photo. En dan misschien hangt u ook volgend jaar in het museum.
Vrijdagochtend zijn er op het Mediapark bordbusters geplaatst voor World Press Photo. Donderdagochtend spraken wij hierover met Stef van Breugel. Wij zoeken al langere tijd naar hoe kan je nou Hilversum Mediastad met zijn Mediapark, maar ook met zijn prachtige Kerkbrink, nou meer een verbinding geven rondom media, mediakunst, fotografie. En daarom hebben we met het Mediaparkbeheer de gedachte gehad om een pop-up tentoonstelling te maken op de André van Duin Boulevard. En die gaan we morgen openen. En daar kan iedereen die naar Beeld en Geluid gaat of die op het Mediapark werkt, die kan in de pauze of als een soort flankerend programma naar allerlei boardbusters kijken. Naar de tentoonstelling buiten, waar we een selectie hebben gemaakt van 20 beelden die in de tentoonstelling zitten. En als je niet genoeg hebt... Alleen wel samen geplaatst worden met Pieter, een bruine gesteriliseerde poes. Ze zijn samen gevonden voordat zij in het asiel kwamen. Dit is Pip. Het is een gecastreerd mannetje. Hij kan goed omgaan met kinderen en laat zich makkelijk oppakken. Hij is gewend om binnen te leven, maar hij kan alleen niet met andere konijnen in één hok, want hij heeft last van chronische verkoudheid. Dit is Dusty, een Jack Russell teef uit 2008. Dusty is een actief, maar angstig hondje en kan in sommige gevallen bijten. Dusty is dus echt een hondje voor ervaren hondeneigenaars. Dit is Rooie, een gecastreerde kater. Rooie is een leuk binnen- en buitenkatje en mist haar linker achterpootje. Verder gaat Rooie redelijk goed met alleen zijn, kinderen en andere katten. Dit is Longear, een kortharig hangorkonijntje. Longear is een lief en knuffelbaar konijntje dat goed samengaat met kinderen. Goed nieuws, Blair heeft een nieuw huis gevonden.